we zijn hier op het Heeswijkplein 102. Dit gaat over energierijk Moerwijk. En naast mij staat Amber van der Lans. Amber van der Lans. Amber, waar gaat dit precies over, dat energierijk Moerwijk? Ik ben zelf vanuit Duurzaam Den Haag. Zitten wij hier elke woensdag, hebben wij een spreekuur. En dat doen wij in samenwerking met Team Heeswijk. Die heeft hier een activiteitencentrum. En wat wij doen is samen met de buurt kijken naar de toekomst rondom energie in de wijk. Want we moeten uiteindelijk van het aardgas af. En daar zijn we nu met een buurteam van 5 mensen aan het kijken van hoe ziet dat er dan uit in deze wijk. En hoe doen jullie dat dan precies? Nou, de eerste stap die wij hebben gedaan is dat we afgelopen maandag een bijeenkomst hebben gehad. Er kwamen ongeveer 50, 60 mensen op af vanuit de wijk. En die hebben meegedacht over hoe willen zij dat hun wijk er over 10 jaar eigenlijk uitziet. En daar waren ook onderwerpen over echt wat betekent dat dan voor aardgasvrij wonen. En wat betekent dat voor een groene en mooie buurt. Okay. En de opkomst was dus best wel groot eigenlijk. Dus mensen zijn wel geïnteresseerd. Ja, we waren heel blij met de opkomst. En ja, mensen zijn echt betrokken. Ja, ja. Nog even over die woensdag. Dan zijn jullie hier open, hè? Had ik begrepen. Ja, van 1 tot 4. Van 1 tot 4. Oké, en is er genoeg animo? Komen er genoeg mensen hier naartoe op die woensdag? Nou, het is een beetje verschillend. Soms hebben we ook afspraken gepland, zodat we ook mensen in de wijk spreken dan op afspraak. En ja, vaak is het een beetje aan het eind van de spreekuur komen er ook wat mensen binnen die hebben gezien dat we er zijn. Okay. Want we hebben meestal ook een vlag buiten staan, zodat mensen zien van we zijn nu aanwezig. En zijn dat alleen volwassen mensen die hier komen? Nou, op de andere dagen zijn hier ook vaak de kinderen bezig. Daar is hier ook plek voor. Dus vaak komen er ook wat kinderen kijken en dan komen de ouders mee. Oké. Ik had begrepen dat er iets was over een modelwoning. Hoe zit dat? Nou, maandag bij de bijeenkomst is er als een van de ideeën uitgekomen dat het fijn zou zijn om een modelwoning te hebben om te zien hoe het er nou uitziet als je aardgasvrij gaat wonen. En dat is een van de dingen die we verder in ieder geval willen gaan uitwerken. Om dus te laten zien van hoe ziet je woning er dan uit? Hoe leeft dat? En bijvoorbeeld een voorbeeld is dat je dan op inductie gaat koken in plaats van op gas. En dat willen we daar dan ook laten zien. Okay. En zijn dat dan nog speciale huizen of flats? Of... Nou, daarvoor zijn we ook aan het kijken met het buurteam. Want er is Lennart van der Linden van Duurzaam Den Haag die ondersteunt het buurteam. En samen met hen gaat hij volgende week met hen bespreken van wat de volgende stap. En dan gaan ze bijvoorbeeld ook op zoek naar een woning waar dit kan. Oké, dus dat moet eigenlijk nog besproken worden dan. Maar er is in ieder geval toekomstperspectief. Ja, we willen echt wel verder gaan met dit idee en hopen dat volgend jaar ook echt er is. De kinderen waar je het er net over had, wat komen die hier dan doen? Nou, normaal komen ze hier op andere dagen spelen. En wat wij proberen te doen is daar ook een beetje een link te leggen met energieonderwerpen. Zo hebben we over ongeveer 2 weken hebben we een workshop hoe zij van met een zonnepaneeltje een bewegende zonnebloem kunnen maken. Oké, nou dat is wel heel erg interessant voor die kinderen om te doen. Ja. Okay. Het is al vaker gedaan. Meestal zijn de kinderen heel enthousiast. Okay. Is er een site of zo waar mensen op kunnen kijken, zodat ze ook weten waar ze aan meedoen? Op onze site, en dat is www.duurzaamdenhaag.nl. Daar staan eigenlijk per wijk staat daar informatie. Dus dan is het Moerwijk Oost. Ja. Daar staat de informatie in over deze buurt. Oké. Nou, dan wens ik jullie veel succes met het nieuwe plan. En bedankt voor het interview. Ja, ook bedankt.